Een hele goede morgen allemaal. Goedemorgen. Hartelijk welkom in het huis van de Heer. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Halleluja. Met elkaar. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Nou, zal ik niet mooi mee te beginnen met deze woorden. De Heer is goed. En de Heer weet precies wat u nodig hebt. We kunnen niks verbergen voor hem. En dat hoeft ook niet. En dat willen we ook niet. Wij willen vrij zijn. En hij is degene die dat kan. In u en in mijn leven. Halleluja. Nou, ga zingen. Prachtige liederen. Hosanna, Hosanna, 298. Oh,
Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. Nee, mag ik het liedje nog even op het scherm? Het laatste liedje wat we hebben gezongen. Wees blij, want Hij, Koning Jezus, de hoop, de vrede woont in ons. Hallo lieve mensen. Hè? Geweldig. Hij leeft. Zijn geest is in ons. Amen. Sta op, o machtig leger. En zo hebben ze je. Ik stond er. Zullen we opstaan als machtige leger van onze levende God. Vader, we danken u Heer dat we hier mogen zijn. En dat u het mogelijk maakt, Heer, om u te ontmoeten. Maar ook elkaar, Heer, te bemoedigen in uw Heer. O Vader, wat bent u goed voor ons, Heer. Als we kijken, Heer, naar de afgelopen week, Vader. Dan mag ik rustig zeggen, Heer, dat ik dankbaar ben dat u mij draagt en dat u mij schuift. En dat u mijn broeder en mijn zuster, Heer, in uw machtige hand hebt, Heer. En dat u ze vasthoudt. En dat u ons dicht tegen uw vaderhart aandrukt, Heer. En dat we uw bescherming, Heer, niet alleen mogen voelen, maar ook weten dat dat een zekerheid is wanneer we in u mogen leven. Tot eer en glorie van Jezus uw Zoon, Heer. Heer, dank u wel dat als we hier vanmorgen zijn, dat we ons ook verbonden mogen weten met al onze broeders en zusters in de andere kerken en gemeenten, Heer. In Sneek en omstreken, maar ook wereldwijd. En dank u, Heer, dat uw geest ook daar, Heer, manifesteert. Opdat, Heer, uw evangelie krachtig, krachtig zal worden gebracht, Heer. En levensveranderend, Heer, zal werken in het leven van de mensen. Heiland, wees, Heer, met de mensen die vervolgd worden. Heer, om het evangelie dat ze brengen, Heer, bij de mensen. Vader, schenk hen heel eenvoudig eten en drinken. Heer, en een dak boven hun hoofd. Heer, en o Vader, bovenal uw leiding, Heer, en uw wijsheid, uw zachtmoedigheid voor hen. Heiland, we danken u ook, Heer, voor uw oogappel Israël. Vader, uw volk. En Heer, ze zijn nog ver van u. Maar Vader, op grond van uw woord mogen we ook bidden, Heer. En Heer, heel eenvoudig om u vragen. Houd ze vast. Heer, en Heer, maak dat zij, Heer, in de geest een ontmoeting met u mogen hebben, de Messias, Heer. Heer, dank u dat u een keer brengt in hun hart. Vader, dank u wel dat we hen mogen opdragen aan u. En zo dragen we ook elkaar, Heer, aan u op. En we bidden, Heer, ook voor het woord dat gebracht wordt. En dat u onze broer Wal zalft, Heer, met uw heilige ogen. Heer, en dat zijn woorden, Heer, met uw geest, Heer, geplant zal worden in ons geest en hart. Tot eer en glorie van de naam van Jezus en tot opbouw van uw koninkrijk. Halleluja, Heer. Amen. Amen. Toeval bestaat niet, maar ik had het in mijn gedachten al, een week al geleden, Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij zal niet ontbreken. Hij brengt mij naar groene weiden, laat me rusten aan het water. Hij geeft mij kracht en leidt me langs veilige paden, zoals hij beloofd heeft. En al ga ik door een diep donker dal, ik hoef geen gevaar te duchten. Want u, Heer, bent bij me. Ik wil graag horen. Amen. Amen. Uw staf en uw stok beschermen mij. Heer, u nodigt mij aan uw tafel. En mijn tegenstanders moeten het aanzien. U zalft mijn hoofd met balsem. U vult mijn beker tot de rand. En uw goedheid, uw liefde
lengte van de dagen. Nou, worden we daar blij van? Nou, ik wel hoor. Wat worden we bemoedigd, hè? Om in een dal, ook als ik in een dal zit, in diepe duisternis. Hij is bij ons. Hij is met ons. En hij zal ons nooit verlaten. En dat gaan we ook zingen. Wat mooi lied van de 21. I'm
bent u niet van mij gewend. Morgen heb ik toch heel ernstig gehoord. Ja? En daarom ben ik ook even goed gewend met u al bij het woord stilstaan. Heer God, uw woord bemoedigt, uw woord geeft kracht, uw woord geeft wijsheid, maar ook uw woord vermaant. En overmorgen willen wij openstaan voor die goedheid van u uit uw woord. En we willen bidden dat de Heilige Geest ons hart kan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dank u wel, Heer, dat we op dit moment ons hart mogen openstellen voor u. Niet voor wat ik ga zeggen, maar wat u door ons heen wil zeggen. En Heer, willen we bidden om uw kracht, om uw sterkte, om uw steun, maar overal willen we bidden, Heer, dat ons hart ontvankelijk mag zijn in deze minuten om uw geest te laten werken in ons leven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de geest hebt uitgestort en dat wij mogen hebben leven in overvloed. Dank u wel. Amen. Amen. Ja, om even te installeren. Ja. Ik ga eerst met dit ernstige woord beginnen. Want ik, Jezus, kom een licht drijven. Dat zijn we niet gewend, hè? Ik zeg altijd de Heer Jezus, maar één. Maar Jezus komt om een wicht te drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. De vijanden van de mensen zijn nu hun eigen huisgenoten. Dat moet dus wel worden. We hebben altijd een heel ander beeld van de Heer Jezus. Hè? Dat hij liefdevol is, dat hij kracht geeft, dat hij sterft en dat hij een zachte armen om ons heen staan. Maar als je dit leest, dan zeg ik, werk je maar. Want de Heer Jezus zegt verder ook, ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Wat bedoelt hij daarmee? Ook dat, onze hulp terug. Maar hij bedoelt in feite dat zijn komst heel veel teweeg brengt. Dat het zelf scheiding brengt in huisgezinnen. Want zijn woord zegt toch ook, het is scherper dan de tweesnijdend zwaard en het scheidt zoals merg en been. Ik weet niet of jullie ooit een kip hebben opengebroken. Of je dat je de botjes eruit hebt gaan halen. Waar zit het merg? In de botten. Ja, in de vulling, dat is de vulling. Ja. Dat weg bij de stroom, dat is ja. Nee, maar het zit in die de merg, het zit in het bot. En als je een scherp snijdend zwaard hebt, is het zo scherp dat het vlees wat aan het bot is, er afgehaald wordt, maar hetzelfde dat merg daar ook invloed van heeft. Dit is eigenlijk wat de Heer Jezus bedoelt. En eigenlijk zeg ik van orde. Ik kom hier verdeeldheid zaaien. En toen werd het stil. Want, wat bedoel ik nou? En ik hoop dat jullie in de loop van die paar minuten inzien wat deze tekst betekent. We gaan eerst weer wat anders zien. Ik denk dat jullie gisteren ook genoten hebben. Van de intergroep was ik uitgenodigd als barbecue-man. En ik mocht een hapje mee eten, maar wat ook. Maar dat is lekker. Op dit paardje kun je uren rijden. Pinda's groeien aan de boom. En de zon gaat in het westen om. Nou, ik ga geen quiz doen hier, maar je ziet dat in deze vier beweringen er twee goed zijn en twee niet goed. Twee hebben zin en twee zijn onzin. Ik weet niet, ik kom zelf uit het Pindaland, maar Pinda's groeien naar de boom. Pinda's groeien in de grond.
een andere betekenis voor pinda is eigenlijk aardknopen, dus dat zegt wel genoeg. Maar goed, dus van die vier beweringen zijn er twee die hebben zin en de andere twee hebben geen zin. Nou, wat is nou zin en wat is nou onzin? Is er iemand die hier een hele korte definitie in drie woorden kan geven? Wat is nou zin en wat is onzin? Zin is alles wat opbouwend is. Dat is zin, ja. En wat is nou onzin? Tegenovergesteld. Ja, wat bestaat niet? Ja, wat zegt de Nina? Wat bestaat niet? Onzin. Wat bestaat niet? Onzin bestaat. Oh ja, dat bestaat. Goed. Nou, ik heb het even opgezocht. En dit verklaart alles eigenlijk. Ja, dit is. Zin is een verlangen om iets te doen, dat wat iets betekent, waar iets voor staat, en dit een reden voor bestaan. Nou, zin is, ik heb zin om lekker ijs te eten. We hebben in deze tijd veel te maken met zinloos geweld. En ook heel veel mensen, dat kunnen we straks zien van jongeren, aan het eind van deze overdenking, dat jongeren op zoek zijn naar een zinvol bestaan. Dus zin is een verlangen om iets te doen, dat wat iets betekent, wat echt inhoud heeft, waar iets voor staat, en dit de reden voor bestaan. Onzin, ze mag zeggen van het tegenovergestelde, nee, maar onzin zijn eigenlijk beweringen of ideeën die vreemd en niet waar zijn. Denkwerk, meestal eigenlijk geuit in de vorm van de theorie, die de toets van de werkelijkheid niet kan bestaan, dat niet de zaak is of helemaal onjuist is. Dat is onzin. Pinda's groei uit boom, dat is onzin. Een zeepaardje kun je niet bereiken, dat is onzin. Als we kijken naar deze twee definities van zin en onzin, dan zien we dat dit niet alleen geldt voor de tijd waarin we leven, we kijken om je heen. En de Bijbel waarschuwt eigenlijk voor ons al wat zinvol is, dat wordt zinloos. Maar het tegenovergestelde is ook waar, wat zinloos is, dat geeft zin. Denk even goed aan, wat zinloos is. Geeft ook zin. Je kijkt naar je eigen leven. Waarom zijn jullie hier? Hoe was ons leven? Zinloos. En nu is het betekenisvol. Ik denk dat we dat heel goed beseffen. Dat als we hier zijn bij elkaar, dat er niet zomaar iets is. En dat niet is omdat het zondagmorgen 10 uur is. Maar dat wij erg toe gedrongen worden om hier te zijn. Dus wat zinloos was, dat is zinvol geworden. Nee, wacht. Dit was dus niet alleen voor deze tijd, hè, want ik moet eens even naar de oorzaken. Jullie hebben meegekregen van Peter en Vries, zinloos. Maar je hebt ook heel veel dingen meegekregen waarvan je leest of kijkt. En bij jou de gedachten gaan spinnen van, hoe moet dat nou? Ja? Maar je ziet ook heel duidelijk op mensen die voor de Heer hebben gekozen en die een ander bestaan gaan opbouwen. Oh, sorry. Toen al, in de tijd van Paulus, toen was er in de gemeente ook al mensen, waren in de gemeente ook al mensen, en ze worden genoemd opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijders zijn. Ik ga niet verder op in. Het is wel zo dat in de tijd van de eerste gemeente, er waren heel veel leerlingen. Want vergeet niet, als je van een veelgodendom opeens één God gaat aanbidden, dan moet je wel heel radicaal zijn.
Doe je dat niet, dan ga je je geloof in de Heer Jezus vermengen met andere rituelen. Ik zag laatst een kookprogramma, met alle kookprogramma's, 24/7 Kitchen, en het ging over borrietjes. Nou, daar waren ook christenen, maar die christenen hebben heel veel rituelen overgenomen en ingebracht in hun geloof, zodat het geloof een mix is van datgene wat ze meegenomen hebben, maar ook datgene wat ze nieuw hebben beleefd. Een mix. Nou, als je iets gaat mixen, ja, dat kun je alleen met lekker taken doen of deeg, maar over het andere wordt het een warm doen. Want wat zegt Galaten 1 vers 6 tot 7? Er zijn mensen gekomen in de gemeente van Galatië en die hebben ervoor gezorgd dat er verwarring is gebracht. Dus als je tot geloof gekomen bent, zoals we hier zijn, is het heel cruciaal dat je radicaal bent. Want ben je dat niet, dan zie je dat je open staat voor dit soort dingen. Ja. Voor zinloos gepraat. En dan sta je open voor misleiders. En sta je open ook voor mensen die jou bij in verwarring brengen. Dus wees radicaal. Hè? En denk niet dat, ach, zondag is een mooie dienst. Van 10 tot 11:30, dan drinken we koffie in de buitenlucht. En maandag pakken we weer ons eigen leventje op. Wij zijn hier vanmorgen, beste mensen, in de werkplaats van Gods geest. Vandaar mijn gebed aan het begin van deze overdenking. Heere, gaat uw gang. Gaat uw gang. Laat de woorden die geprojecteerd worden, laat de woorden die ik mag spreken, ontkiemen als zaadjes de komende week gaan vrucht dragen. Als je iets gaat planten, en mensen die een tuin hebben, dan moet je heel lang wachten op de oogst, toch? Nee, want als je de aardbeienplantje in de grond stopt, moet je niet verwachten dat je volgende week al lekker de Hollandse aardbeien kan oogsten. Maar het geloof in Jezus kan veelvoudig en veel sneller vrucht brengen. Dus als we vandaag ons laten leiden, als we van nu ons laten leiden door Gods geest, nee, en we laten de vrucht van de geest in ons ontkiemen, dan hebben we morgen al de instrumenten die ons in staat stellen om God te dienen, maar ook elkaar. Als je tot bekering komt, dan komt de geest in je op. Dat betekent ook dat je, wat ik zo net noemde, vrucht mag dragen. En de vrucht van de geest kennen we allemaal, uit Galaten 5 vers 22. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als we die 9 gaven, of 9-voudige vrucht, gaan uitsplitsen, dan komen we eigenlijk op 3 hoofdsoorten. A. De innerlijke kenmerken. B. De houding ten opzichte van je medemens. En C. De houding ten opzichte van God. Ik wil even met het laatste beginnen, met C. Trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zou je zeggen, ja, maar goed, dat zijn toch mijn persoonlijke eigenschappen. Jawel. Alleen, onze trouw kan heel snel vervallen tot ontrouw. Onze zachtmoedigheid, kortomiteur. Onze zelfbeheersing, excessen. Meer. Dit zijn de eigenschappen die wij ontvangen als we tot geloof komen. En die worden altijd gebruikt voor iemand anders. Jij en ik krijgen nooit gaven om voor onszelf te houden. Misschien
Misschien herinner je nog de uitdeling van de pom, van het materiaal wat vrucht zou moeten dragen. Er was één die was zo bang en zei: ja, ik stop mee in de grond. Want is het veilig? Nee. Gaven die jij en ik gekregen hebben, die moeten we exploiteren, zoals het heet. We moeten iets mee doen. En hoe doen we dat? En tegen wie doen we dat? En op wat voor manier doen we dat? C. De houding tegenover God. We mogen trouw betuigen aan God. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, wat is zachtmoedigheid? God is toch zachtmoedig en God is toch liefde? Waarom moeten wij ons zo vormen voor zachtmoedigheid? Jongens, zonder die zachtmoedigheid zijn we niet open voor de werking van God. Dat we hier zitten, is niet omdat we een cursus Christen zijn hebben gevolgd, maar omdat wij gezegd hebben tegen God: Heer God, ik open mijn hart voor u, vul het met uw zachtmoedigheid. Heer God, vul me met uw trouw. Want dat staat er in Gods woord: als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Precies. Maar dan moeten we wel op één lijn zitten. God trekt ons niet aan de lijnband van hier blijven. Maar wij verbinden ons aan God door zijn trouw die hij aan ons bewezen heeft. Zelfbeheersing. Ons leven is niet meer voor onszelf. Ons leven is van hem. En datgene wat wij willen hebben, wat in onze gedachtenspinsels voortbrengen om dat en dat en dat te doen, zonder limieten, dat brengen we nu binnen de kaders van zijn wil. B. Houding tegenover je medemens. Langmoedigheid, het is een heel ander woord. Het heet eigenlijk dus een definitie van geduld. Vriendelijkheid en goedheid. Nou, de een is hartstikke sociaal. De ander kan heel veel empathie opbrengen. En de ander is weer een aso. Maar dit heeft daar niks mee te maken. Dit is de vrucht van de geest die God in jou zet. Geduld. Want hoe ver gaat mijn geduld? Hoe ver gaat mijn vriendelijkheid? En dan kun je alles doen waardoor een ander de indruk krijgt dat je vriendelijk bent. Maar achteraf denk je van, loop nog even door. Hoe ver is jouw goedheid? Want daar naartoe en niet meer hoor. Het is nu genoeg. Bam, deur dicht. De vrucht van de geest, deze houding over je medemens, die kun je alleen maar praktiseren als je inderdaad Gods geest in je hebt. Als je tot bekering komt, krijg je Gods geest. Alleen wat doe je ermee? Vandaar ook weer mijn oproep, jongens. Wij zitten hier in de werkplaats van Gods geest. Heer, maak mij vanavond van nu een instrument in uw machtige hand, opdat ik dit kan praktiseren. Je innerlijke kenmerken, liefde, blijdschap en vrede. Ah, de een is heel enthousiast. En dan ziet van, die is altijd blij. En de ander ziet het glas altijd half leeg. Liefde, blijdschap, vrede is ook een deel van de vrucht van de geest. Maar dat betekent wel dat die liefde van God komt. En de liefde voor elkaar en voor jezelf eigenlijk gestimuleerd moet worden. Veel mensen zeggen van, als je zelf lief hebt, dan ben je narcist, ben je egoïst. Weet je wat God zegt? Heb hem lief. Als je naast jezelf, je mag jezelf lief hebben. En misschien zijn er mensen hier die zichzelf nooit lief hebben. En niet dat je jezelf op de troon zet, maar die jezelf niet accepteert zoals je bent. Het zijn mensen die heel veel jaren met trauma's moeten ondergaan, omdat ze zo altijd die ander willen zijn. Maar God zegt vanmorgen: heb jezelf lief. En als je jezelf lief hebt,
Dan kun je ook je naaste been liefhebben. Blijdschap. Tot hoever? Ja. Ik heb gisteren naar de bankgirolotterij op post gekeken. Prachtig. Je kunt een miljoen winnen. Maar iemand die al zo op weg was, ja, verkeerde gok. 500 euro. Ik las een miljoen. Waar is die blijdschap dan gebleven? Is onze blijdschap afhankelijk van datgene wat we doen, datgene wat wij bezitten, of datgene wat we aan plannen hebben? Nee? Ik denk dat heel veel mensen die op dit moment vakantieplannen hebben, het al haast niet meer zien zitten, omdat er straks strengere maatregelen worden genomen. Omdat Nederland straks code rood krijgt, zodat je niet meer welkom bent in het buitenland. Dan is je blijdschap finito. Vrede. We hebben het over zin en onzin. Hè? Kijk eens om je heen. Breng je vrede? Heb je nooit ruzie met anderen? Denk je nooit kwaad over anderen? Ja? Weet je dat Gods woord zegt? En dat is juist de onzin. Hij geeft jou vrede die alle verstand erboven gaat. Met andere woorden, die vrede die God geeft, heeft niets met je verstand te maken. Dus het is eigenlijk, in onze beleving is dat onzin. Kan toch niet? Kan wel. Dus onzin wordt zin. Ja, B. Hou niet over je medemensen, want moedigheid, vriendelijkheid en goedheid. Er is een tekst in de Bijbel, 1 Petrus 2, vers 19 en 20, die zegt: genade is iets als je ten onrechte moet lijden. Onzin, hè? 1 Petrus 2, vers 19 en 20 zei: genade is iets als je ten onrechte moet lijden. Nou, gaat helemaal tegen onze schat in. Onzin in onze beleving. Maar eigenlijk is dat het patroon van de Heer Jezus. Hij deed alles wat goed was. En toch werd hij gekruisigd. Lijden zuivert. Zuivert je hoe zuiver goud wordt gekregen? Onder andere, er is één methode, er zijn misschien meerdere methoden, maar ik heb het opgezocht, de Miller methode. Dan wordt het goud zodanig vergift, dat alle rotzooi wat niet in het goud thuis hoort, aan de oppervlakte komt drijven en wordt weggeschept. Dat is zuiver goud. Dus de lijden zuivert ook. Hè? Als je moet lijden, hè? Hoeveel mensen hebben meer belangstelling gekregen voor het geloof door het coronalijden. Mensen worden dit bewust. Mensen kunnen niet meer datgene doen wat ze graag wilden. Mensen gingen heel veel vaker op internet naar Bijbelse teksten, naar Bijbelse spreuken. Dus genade, zegt Petrus, is iets als je ten onrechte moet lijden. Nou, vaak willen wij verhaal halen, omdat wij gelijk hebben. Lijkt maar. Lijkt maar. Want waarom? Dan doe je precies zoals de Heer Jezus heeft ondervonden. En dan weet je ook dat het lijden in Christus, dat het jou en mij gaat zuiveren. Dat alle rotzooi naar boven komt drijven. En dat het alleen weggeschreven wordt, zodat jij en ik zuiver goud zijn. De vrucht van de geest is dus niet gelijk aan de gave van de geest. Misschien wellicht een andere keer. Nee, want de gave van de geest kun je ook verdelen in drie segmenten. Die hebben ook 9 kenmerken. Hoe de dorst, zei het altijd heel mooi. De vrucht van de geest en de gave van de geest, allebei 9. En het blijkt dat een duif ook 9 penvinger heeft.
luiverhoudster alleen een klik aan. Wat geeft gezien op tv? Ja, zie je wel. Ja. Waar tv ook al niet goed is. Maar goed, de vrucht van de geest hebben we net gehad, hè? Maar de gaven van de geest, ik lees even voor. Er zijn aanbiddingsgaven, er zijn openbaringsgaven en er zijn gaven van krachten. Nou, aanbiddingsgaven is altijd voor de gemeente, alle gaven die God heeft gegeven, die 9 gaven, moeten altijd gebruikt worden in en voor de gemeente. Nou, er zijn tongen, vertolking van tongen, profetie. De openbaringsgaven, waarin God zich openbaart in de gemeente, is de geest van onderscheid, geest van kennis, geest van wijsheid. En de krachten die plaatsvinden in de gemeente en in je persoonlijk leven, bestaat uit krachtig optreden, ontvangen van genezing en ontvangen van geweldig geloof. Dus 9-voudige vrucht van de geest en 9 lees het maar door. 1 Korintiërs 12, de versen 8 tot en 11, kun je thuis lezen en kun je het in praktijk brengen. Nou, hoe geef je dan zin aan het leven? Want we hebben nu al gezien dat zin onzin kan worden. Want in die tijd zeiden de mensen ook, hè, toen de geest werd uitgestorven, ze zijn dronken, hè, op dit uur al. Dus voor die mensen was het onzin. Maar voor de mensen die gedoopt werden in de geest, was het zinvol. En zo zijn er zoveel voorbeelden waarvan je echt wel de geest van onderscheid moet hebben. Om te kunnen peilen, wat is nou zin, wat is nou onzin. En daar is de Bijbel een geweldig handboek. De Bijbel geeft duidelijk aan wat je kunt bestempelen als onzin en wat je in feite ziet als zin voor je bestaan. We gaan nu kijken naar een filmpje van jonge mensen die een zinvol bestaan willen leiden. Kun je het aanklikken? Dan moet je even. Zou je even die andere presentatie willen openen? Die staat rechtsboven. Zie je hetzelfde? Dat is de nieuwe voorstelling. Oh ja. PowerPoint. Zou je hier willen aanklikken? En dan naar de laatste slide. Deze kan weg, hè? Gewoon met escape al. Ja. Wil je hem hier aanklikken? Ja, ik merk heel erg dat ik dan een keuze moet gaan maken van als ik ga studeren. Het voelt als een hele grote keuze. Je hebt eigenlijk 18 jaar een tutorial gevolgd. En nou zit je in één keer in het echte spel, om het zo maar te noemen. En dan weet je gewoon niet wat je moet doen. En daarom ga ik ook nadenken over, wat geeft mijn leven nou zin en wat wil ik daarmee? Ik ben Maand, ik word dit jaar 18, dus bijna volwassen. Helaas, want ik zou nog graag lang kind willen zijn. Ik ben wel heel erg zelfstandig, maar ik heb nog niet genoeg zelfvertrouwen om helemaal op mezelf aangewezen te zijn. En op die foto's, alle teksten die ik heb opgeschreven en opgehangen, het gaat echt 100% over, ik weet dat ik bestaan en wie ik ben en hoe maak ik dat wat ik heb, dat weet wat ik heb, hoe maak ik dat betekenisvol. En dat antwoord was niet vanzelfsprekend voor mij. Soms ben ik bang dat ik in mijn leven niet zo te bloeien kom, vanwege de angst dat ik op een of andere manier scheef ben, omdat ik op mijn vader lijk. Mijn vader heeft de ziekte van Huntington, een hersenziekte waarbij ik als jong kind al geconfronteerd werd met zijn afvakingsprocessen.
zin en onzin. Ik hoop dat we het onderscheid hebben gezien, maar het ligt nog heel vlak bij elkaar. En dan zei ik zeg ook al, het feit dat wij hier bij elkaar zijn, heeft allemaal te maken met onzin. Waarom? Omdat het ons verstand niet kan bevatten dat God ons lief heeft. Omdat ons verstand niet kan bevatten dat Hij zijn oog op jou en mij heeft gelegd. Dat is die onzin. Met andere woorden, van zin en onzin, wat voor de wereld zinloos is of verachtelijk is, dat heeft God uitverkoren om zijn kind te worden. Dat zijn jij niet. Daarom nogmaals, we hebben de geest van onderscheid nodig om te ervaren wat zinvol is of wat zinloos is. Ga thuis op, of misschien nu al, aan de Heer vragen. Heren, vul mijn leven met de geest, zodat ik duidelijk kan zien wat zinvol is en wat zinloos is. Zin en onzin liggen heel dicht bij elkaar. Wat de onzin is voor God, heeft ons zin gebracht. Maar wat onze zinnen zijn, mijn eigen leven willen leiden, ik wil dat en ik wil dat en ik doe dat en is bestemd voor God als onzin. Heer God, u kent ons hart zoals we hier zitten. U weet, Heer, waar wij moeite mee hebben. En misschien is ons leven tot zover in onze ogen zinvol geweest. Alleen, Heer, in uw ogen is misschien onzin, omdat u veel meer wilt geven. Omdat u veel een andere wending aan wilt geven. En dan willen we zeggen aan u, maak ons leven zinvol door uw Heilige Geest. Verbrand alles, Heer, wat wij in het vuur willen gooien. Dat we gelouterd eruit zullen komen. Dat we zuiver goud mogen zijn. Dat alle rotzooi wat er in ons is, naar boven komt drijven. En dat u het eruit gaat scheppen. Heere God, hervorm ons naar het beeld van Jezus Christus. Amen. Amen. Een mooie zinnen. Ja. En weet je wat ook zinvol is? Als we al ons ongeloof, onze twijfel, onze zonde, alles wat niet Christus is in ons, dat mogen we brengen aan het kruis. Dat is pas zinvol. En dan krijgen we het leven voor mij. Dat willen we toch? Ja. We gaan zingen Hoe kom ik van zon 413. Hoe kom ik van zonder vrij?
loven en prijzen en maar vooral danken. En dat gaan we doen met lied 147. Father, we love you. Thank you.
Dank u wel. Zeg maar hoeveel je van me houdt. In je eigen woorden. Dank u wel dat wij hier vanmorgen mogen zijn. En dat u bij ons binnengekomen is. O Heer, wat krachtig is dat. Ga met ons mee naar huis de komende week. En hou ons heel trouw bij u. Amen. Amen. U komt. Alle lof. Halleluja. En dank. En eer toe. Voor uw liefde, goedheid en trouw. Amen. Je bent het waard hier om geloofd en genezen te worden. Heere dank. Dank u wel, Heer Jezus, dat u altijd bij ons bent. U zal ons niet, u zal ons niet begeven en u zal ons niet verlaten. Halleluja. Vader in de hemel, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat we u mochten groot maken, uw eer, loven en prijs. Want u komt alle lof en eer en glorie toe, in hemel en op aarde. Dank u wel dat u de prijs betaalde voor ons, Heer Jezus, dat het kruis van Golgotha. Dank u wel dat we hemelburgers zijn, gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En ik dank u, Heer, dat wij zo uw woord mochten horen vanmorgen, ook door Walter heen. Ook de gaven van de geest. Heer, dat u ook de nawerker bent van uw woord in ons hart. Dank u wel, Heer, dat we blij en verheugd mogen zijn. Omdat u leeft in ons hart. Dank u wel voor uw liefde en uw genade. Dank u wel voor uw heilige geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, dank u wel, Heer Jezus, dat u ons bloed laat zien wat zin heeft voor het leven, de Heer, waarin wij wandelen. En ik bid er ook, Heer, dat u elke dag met ons bent om die weg te gaan, die wilt dat we gaan, zullen, Heer. Dank u wel, Jezus, dat u de macht heeft gegeven om te overwinnen over al wat onzin is en daarmee aan te leggen. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen. Dank u wel, Jezus, dat u het Heilige Geest gestuurd hebt. Nou, we houden ons helpen, bijbelen en troosten. Hier is dat je lief bent, een beetje die u geeft. U bent mijn Heilige, u geeft alles wat ik nodig Ik ervaar zo'n rust. De Heilige Geest is hier in ons midden. En Hij wil je troosten. En Hij wil je genezen. Als je niet ziet waar ik ben. God
God is onze genezing. Hij is onze bevrijding. God kent je angst. Hij weet waar je zit en welke keuzes je moet maken in het leven. Hij weet je worsteling, hij kent het. Hij kent je zitten en je opstaan. Hij weet van verre al je gedachten. Hij staat op punt om je te genezen, om te bevrijden. Want daar geloof je. We geloven in het woord van God. We geloven dat God machtig is. Dat hij hen zal redden en ons inhakken. Ontvang in mijn hart, Heer Jezus. En maak mij vrij. En rond in mij, ook kom in mijn hart, Heer Jezus. In de genees onze harten van de verwondingen die we op een stuk kunnen brengen. We gaan dat prachtige lied zingen voor de Allerhoogste Heer. Want dat is Hij. Geen andere naam dan de naam van Jezus. 373. For the all-star.
lichaam om. Misschien gaan we niet goed met onze gedachten om. En misschien zien we het onderscheid niet tussen zin en onzin. Maar heren, we willen bidden om een grote mate van uw geest. We willen bidden, heren, dat uw geest sterker en steeds sterker zal worden in ons leven. En dat, heren, uw woord een lamp is voor onze voeten. En heren, we gaan hier vandaan in volle vreugde, omdat we een ontmoeting hebben gehad met u, de levende God, door uw Zoon Jezus. En gedragen door uw geest. En zo willen we elkaar zegenen met de naam van Jezus. Met de vrede die alle verstand te boven gaat. In welke situatie wij ook komen de komende week. Heren, u bent overwinnaar. En wij zijn u dankbaar, heren, dat wij met u meer dan overwinnaars mogen zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. Heer Walter, ik heb nog een vraagje. Hebben wij volgende week nog een hele bijzondere dienst? Ja, ja. Wil je daar iets meer van vertellen? Ieder heeft iets dienst, dus als alleen Olympia meeneemt en Elsie... Nee. Volgende week hebben we uiteraard onder lijn Gods geest en ieder heeft iets dienst. En nu heb ik al een aantal mensen gekregen die zeggen: ik wil volgende week ook een bijdrage, een geestelijke bijdrage leveren. Meld het straks even onder de koffie bij mij. Of als je weggaat, geef even aan. Van enkele mensen heb ik al gehoord dat ze mee willen werken volgende week. En dan hopen we er een geweldig weer feest van te maken. En die loempia's en die grote koffie, die komen er wel. Sowieso. Bedankt. Ja, en wachten. We hebben het over, hè, volgende week iets. Het moet niet, het mag. Neem alsjeblieft je Bijbel mee, waar je ook elke dag stilte mee. Meer zei ik het niet. Het moet niet. Dus neem je eigen Bijbel mee. Maar spreek je wel naar uit. Dat wil ik wel zeggen. We mogen ons wel naar uitstrekken, lieve dames en heren, lieve mensen.
want dat is Gods wil, hè? Die